De uitbetaling van salarissen is nog steeds een doorn in het oog van de overheid. Dit probleem zal dit jaar heel vroeg aangepakt worden door de regering. Deze mededeling deed financiënminister Gilmore Hoefdraad gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES. De bewindsman was bij deze bijeenkomst de keynote spreker. Hoefdraad stelt dat er harde maatregelen genomen moeten worden om uit de crisis te komen. De bewindsman benadrukt dat het land voor een enorme uitdaging staat. Wat historisch groei wordt, is, ga je in 2 of 3 jaar kunnen elimineren. Het is een enorme uitdaging waarvoor wij staan. Maar het kunnen teruggeven is toch wel op een of andere manier zaken kunnen limiteren. Als wij worden opgeschrikt door de staat van beleg en beweging, we kennen delen van de avondklok in Trinidad, Bahamas, waar het BBP per capita $20,000 moet zijn, maar in dezelfde adem de murder capital of the Caribbean wordt genoemd. Dan mogen we blij zijn dat wij, ondanks de crisis, toch wel een bepaalde herverdeling van het inkomen kunnen doen. Hoefdraad zegt dat de koopkrachtversterking die aan onderwijsgevenden is gegeven, een van de belangrijkste uitdagingen is voor de regering. Deze verhoging wordt volgens hem nu namelijk ook geëist door andere instanties met hun eigen cao's. Er zijn genoeg cao's waar de overheid geestigenschap in heeft. En arbeidsvoorzieningen waarbij de overheid ook geestigenschap in heeft. Verder moeten wij natuurlijk ook meenemen de gepensioneerden van wie wij ook de versterking moeten bekomen. Uitdaging van de payroll van de overheid. Niet alleen aan de financiële kwestie. Zie je een vraagstuk over het vormen van het overheidsapparaat. Overheid lean, clean en efficiënt krijgen. Daarop kom ik later terug. Tweede uitdaging, de subsidies van de overheid. Subsidies die als kasuitgaven van de begroting gaan, bedroegen 31% van de totale uitgaven in 2016, 29% in 2017. Aldus de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VES. Hij benadrukte dat de overheidsuitgaven nog steeds een grote uitdaging zijn voor de regering. De nieuwjaarsreceptie is gehouden in de ballroom van Torarica.